het ziekenhuis. Bij uitstek de plek van het hedendaagse lijden. De klanken van een moderne versie van de Matthäuspassion liggen in de lange, lege gangen van het MST, daarom goed in het gehoor. Aria's uit de Matthäus en de Johannes worden vergezeld van teksten over het lijden van ouders en hun zieke kinderen. Regisseur Roelofsen. We hebben heel erg gedacht van wat hou je nou over als je het gaat hebben over een hedendaags lijden? En wij dachten van nou, dat moeder-kind thema, wat kunnen we daarmee doen? Toen dachten we, oh ja, ouders, moeders met zieke kinderen, dat is een hedendaags lijden. Grote oratoriums is er vaak een verteller en die hebben wij ook, een man. En de sopraan is een vrouw. De man spreekt eigenlijk de teksten van de vader en de moeder zingt eigenlijk de hoop en het verlangen en de angsten van de moeder van het kind. Toeschouwers, overigens niet in hele grote getalen aanwezig, hadden allemaal een eigen reden om erbij te willen zijn. Pas geleden is mijn schoonzusje overleden aan alvleesklierkanker, dus ik bedoel, dat was wel heel heftig even. Ja, het lijden, überhaupt die paas, die goede week voor Pasen en het hele verhaal, ja, dat doet me toch aan denken. De reizende ziekenhuispassion wordt tot Pasen nog in 6 andere ziekenhuizen opgevoerd. Wilt u erbij zijn? Kijk op www.hetgeluid.eu.